Onder het thema Krakami Ini Akweki Fumipching heeft de stichting RUMAS vanmorgen in het Flamboyant Park een opvoedingsversterkingsdag georganiseerd voor 300 gezinsopvoeders. Het doel was ouders en verzorgers onder meer inzicht te geven in de gezagsverhoudingen binnen het gezin. Deze dag is ook gehouden omdat de stichting Moederdag en Vaderdag dit jaar samen heeft getrokken en daardoor 150 vaders en 150 moeders heeft versterkt. Volgens Emmy Hart, directeur van stichting RUMAS, doet ze dit werk bijkans 9 jaren. De samenwerking met de verschillende ministeries is volgens Hart nu heel mooi. En zo hebben we contact met zeker de helft van het apparaat van de regering. Dus wij vragen extra applaus voor de hele regering. Dit werk is machtig werk. Jongens die het niet meer zien zitten, terugbrengen in de maatschappij. En ik zeg u dat het kan. Eén voorbeeld maar, want er zijn, we hebben al duizenden jongens gehad, hè? Meer dan duizend. Meer dan duizend jongens. En van die duizend jongens, volgens mij zijn meer dan 100 in het Nationaal Leger terechtgekomen. Bij Staatsolie, we hebben ze terug kunnen brengen. En het grootste voorbeeld zit daar. Dat is Regilio, mag ik een applaus? Regilio heeft 8 keer in de gevangenis gezeten, brokken voeten, brokken knoffel. De vormen kan dus een peital. Maar vandaag heeft hij een stichting, Josu, jongerenontwikkeling. En hij werkt bij RUMAS, bij zijn eigen stichting. Hij werkt alleen met jongens uit de gevangenis, die kleintjes. Lilian Ferrier, minister van Onderwijs, zegt dat de belangrijkste lessen in het leven, wanneer het op kinderen aankomt, niets anders is dan de opvoeding. De bewindsvrouwen benadrukten dat kinderen een geschenk zijn van God. Volgens minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie staat hij nog steeds achter de boodschap die hij recentelijk aan de gemeenschap heeft gegeven ten aanzien van de aanpak van de criminaliteit en het veilig maken van Suriname. Kinderen krijgen is verantwoordelijkheid. Praat erover, denk erover na. Kan je dat kind wel geven wat het nodig heeft? Het meeste wat het nodig heeft is liefde. Maar ook aandacht en geduld en tijd. En geld komt op de laatste plaats. Maar als je dat niet hebt, als die geborgenheid er niet is, dan kan je dat goede fundament voor die ontwikkeling niet leggen. Bovendien. En vandaag gaat u praten en u gaat bidden. En u gaat die opvoeding plaatsen in het perspectief van hoe God het bedoeld heeft. Ik doe meer dan een beroep op u om dit werk voort te zetten, want het is God gegeven. U doet het voor ons, u doet het voor onze samenleving, u doet het voor onze kinderen. Gaat u ermee voort? Vanuit het ministerie mag u weten dat u alle hulp en ondersteuning zult krijgen. Het is uw wezen. Ja, het is uw bijdrage om te werken naar een betere veiligheid, een beter veilig Suriname. En daarnaast, het werk waarmee u nu bezig bent, het werkt anders, het werkt ook door. Om de meisjes en de jongens nu op te vangen, worden er nieuwe ouders, betere ouders, voortgebracht. U staat er zelf niet bij stil, u weet zelf niet waar u bezig bent. Maar, laten we het voortzetten. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie en daarvoor Lilian Ferrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze spraken vanmorgen tijdens de Opvoedingsversterkingsdag, georganiseerd door Stichting RUMAS. Het evenement is gehouden in het Flamboyant Park.